Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Maaike de Ridder, ik ben 25 jaar en ik woon in Sint-Gilles-Waas. Ik sta op plaats 4 op de lijst van CD&V voor het Vlaams parlement. En sinds 1 januari ben ik de burgemeester van Sint-Gilles-Waas. Ik heb al een korte, maar pittige carrière achter de rug. Eerst als schepen en nu als burgemeester. En ik wil met veel gedrevenheid mijn passie in de politiek uitbreiden om ook de stem van Waas en Dender te gaan vertegenwoordigen in Brussel. Waarom stapt u in de politieke strijd? Het is voor mij niet nieuw. Ik ben al meer dan 6 jaar actief in de politiek. Eerst 2 jaar als gemeenteraadslid, dan 4 jaar als schepen van jeugd, onderwijs en financiën. En dan nu sinds 1 januari als burgemeester van Sint-Gilles-Waas. In het begin heb ik veel opmerkingen gekregen van is ze niet te jong? En ook andere burgemeesters die nog redelijk jong zijn, hebben dat ervaren in het begin. Maar het is een kwestie om die periode eigenlijk te kunnen doorstaan en mij toch wel te bewijzen. En de eerste 4 maanden zijn nu al gepasseerd van het jaar. En ik moet zeggen dat het tot nu toe heel goed gaat, dat ik het heel graag doe en dat ik zeker geen spijt heb van deze beslissing. Momenteel werken wij nu met het college hard aan het nieuwe meerjarenplan met veel aandacht voor mobiliteit en klimaat. Maar ik wil mij inzetten voor de politiek en ik vind het leuk om zorg te dragen voor anderen. En door aan politiek te doen kan ik toch wel meewerken aan veranderingen die onze maatschappij ten goede komen. En ik wil ook als jongere mijn steentje bijdragen voor een goed, een gerust en een gezond leven. Welke quote heeft u gekozen? Jeugd in het vizier met Maaike op 4. Ik ben een van de jongste kandidaten toch wel op de lijst. En ik vind het ook belangrijk dat jonge mensen een stem kunnen krijgen en dat die ook gehoord kan worden. En vandaar rijmde het met mijn plaats 4 en vond ik toch wel belangrijk dat ook het woordje jeugd zeker aan bod komt. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Enerzijds mijn 2 opa's. Dus mijn ene opa, Willy de Ridder, is ook nog burgemeester geweest toen ik zelfs klein was. Dus ik ging dan ook wel al eens vaak mee naar het gemeentehuis. Dus het zit er wel al van jongs af aan ingebakken in de politiek. En mijn andere opa, Pieter-Jan Koeken, die is ook nog schepen geweest van de gemeente De Klinge voor de fusie van Sint-Gilles-Waas. Dus dat heb ik zelf niet meegemaakt. Dan was ik er nog niet. En beide opa's hebben toch wel een sterkte, een meerwaarde, dat zij heel dicht bij het volk staan of stonden in die tijd. Dus zij hadden een luisterend oor voor de mensen. Zij stonden dag en nacht paraat. En dat vind ik zelf als burgemeester ook heel belangrijk. Ik probeer nu ook heel dicht bij de mensen te staan en ja, mensen op te vangen, naar mensen te luisteren om te weten wat leeft er nu in onze gemeente en wat leeft er bij de mensen. Anderzijds heb ik ook nog minister Hilde Krivits, die inspireert mij ook enorm. Ik vind de manier waarop zij haar beleid verdedigt zeer positief, zeer constructief. En zij is zeer enthousiast, met heel veel energie verdedigt zij haar beleid. Als ik haar zie op tv of als ik haar ontmoet, vind ik dat zij zeer goed overkomt. En zij kan ook heel goed om met positieve kritiek, die er dan toch wel ook vaak is. En ja, als minister vind ik dat toch wel een meerwaarde en ik kijk daar toch wel enorm naar op. Wat zijn uw politieke interesses? Zoals ik al zei, onderwijs, jeugd en ook klimaat. Dus ik ga beginnen met jeugd. Aangezien ik dan zelf nog vrij jong ben, vind ik het ook belangrijk en vind ik het zeer belangrijk dat ook de jeugd een stem krijgt. Dan onderwijs boeit mij ook, omdat ik zelf tot vorig jaar nog in het onderwijs heb gestaan. Ik heb 4 jaar lesgegeven, zowel in het beroepsonderwijs als in het technisch en zelfs ook in het moderne, zoals men dan zegt. En ik ervaar toch wel dat differentiëren heel belangrijk is, zeker ook in het beroepsonderwijs, de leerlingen voldoende kunnen uitdagen, omdat anders toch wel de motivatie vaak kwijt is. En ik moet zeggen, ik geef heel graag les, dus ik heb het altijd met heel veel inzet en veel enthousiasme gedaan. En ik wil mij nu ook vanuit de politiek verder mee inzetten om die optimale leeromgeving te blijven kunnen stimuleren, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen zelf. Ik sta ook voor de regio Waas en Dender, dus ik hoop dat het ook een meerwaarde kan zijn om hier in het parlement toch een aantal zaken te kunnen opvolgen die belang hebben voor Waas en Dender. Ik spreek dan natuurlijk niet voor mijn eigen gemeente, maar ik denk wel positief te zijn dat je toch hier als parlementslid wel vaker wat meer info hebt, wat dichter bij het kabinet of bij de minister kunt staan en toch wat rapper ook zicht hebt op bepaalde problemen en hoe ze kunnen aangepakt worden.
aangepakt worden. Dus voor de regio Waas en Dender hoop ik dat zeker hier te kunnen doen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Politiek is in blijvende verandering. Ik denk dat het continu iets is dat op verandering staat. En zoals ik daarnet ook al zei, ik vind het heel belangrijk dat de stem van jonge mensen ook gehoord mag worden. Want ik vind ook wel dat jonge mensen kunnen bijdragen, zoals ik daarnet ook zei, tot dat goed, gerust en een gezond leven. Dus ik hoop dat wij ook als jongeren nu ons steentje hier mogen bijdragen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb gekozen voor een tennisbal. Dat heeft verschillende redenen en ik zal er graag een drietal benoemen. Dus enerzijds speel ik zelf ook tennis en ik speel ook graag competitie. Ik ben ook een winnerstype, dus ik ga om te winnen en ik ga er alles aan doen om toch zoveel mogelijk daar mijn uiterste best voor te doen. En dat vergelijk ik ook wel een beetje met de politiek. Als ik ergens voor ga, wil ik mijn doel behalen. Een tweede reden is ook dat mijn opa heeft ook altijd gezegd van kleins af aan als ik tennis speel, dat een bal rond is voor iedereen. Dus dat betekent wel voor een wedstrijd dat hij zegt van Maaike, ga ervoor, de bal is rond voor iedereen. Dus dat betekent, je gaat met gelijke kansen op plein. Dus ook al is een ander een beter, je gaat ervoor, je weet maar nooit wat er met een andere kan gebeuren, waardoor daar toch iets in je voordeel zal zijn. En dat vergelijk ik met de politiek. Ik start nu als burgemeester met gelijke kansen. Ik ga ervoor en ik zie wel waar ik uitkom. Ik heb misschien ook wel moeilijkere tegenstanders, dat is zo, van andere partijen die ouder zijn, die meer ervaring hebben. Maar toch ga ik ervoor om mij daar ook tegen te verzetten en daarvoor mijn uiterste best te doen. En dan ten derde eigenlijk de veerkracht, want als een tennisbal botst, botst de bal terug omhoog. Dus met heel veel veerkracht ga ik er tegenaan en hoop ik de komende 5, 6 jaar de toekomst zeer positief in te schatten. En ik hoop dat het zal lukken.